Welkom weer op een, weer op een mooie dag met een onthulling, zeg maar, in dit gebied. Ooit gestart met een aankoop en daarna hebben we een feestelijk sloopmoment gehad. Dat is alweer al een tijdje geleden. En we hebben toen daarna een feestelijke start hier gehad. En ik zal me de dag nog steeds herinneren. In september, toen we hier een fantastische start van de bouw van de campus Beren hebben mogen begroeten. En vandaag staan we hier om weer een start te maken en nu met de start van de werkzaamheden rondom het gebouw. En dat telt natuurlijk niet alleen voor de firma Beren, maar er zijn natuurlijk meer bedrijven hier aan de Industriestraat die daar straks gebruik van gaan maken. En heel langzamerhand wordt dit stukje Aalten het nieuwe visitekaartje van Aalten. Komend met de trein, maar soms ook met de auto, kun je straks zien hoe, zeg maar, hoe duurzaam, hoe innovatief en hoeveel arbeid er geleverd wordt in onze mooie gemeente en dan speciaal hier rondom het spoor. Een gedachte, toen 5 jaar geleden, toen we met hetzelfde clubje hier hadden gestaan, denk ik niet dat we gedacht hadden dat we zover zouden zijn gekomen. En dat is niet alleen hier in Aalten bekend geworden, maar zelfs regionaal en provinciaal. Iedereen kijkt mee naar de campus Beren. En dat is denk ik wel iets heel moois. 5 jaar geleden kende we nog niemand Hans Beren en nu kent iedereen Hans Beren. En dat is vanwege zijn enorme prestaties op het gebied van zijn bedrijf, maar ook, zeg maar, hoe hij durft te investeren hier op deze plek. En deze plek wordt ook een duurzame plek. De weg wordt een duurzame weg. Duurzaam is het nieuwe toverwoord binnen Nederland, maar wij gaan het hier met elkaar wel presteren. Het is een inrichting van Nico Wissing, die helaas vanmiddag niet aanwezig is, maar die ook, zeg maar, met name het duurzaamheidsverhaal, alle duurzame materialen hier in de weg gaat brengen. Gelukkig gaat het werk door, zo moet het ook, maar hier zal aan deze weg ook gewerkt gaan worden, zodat het straks een gebied wordt waar, zeg maar, bij elkaar overloopt. Je zult bijna straks niet kunnen zien, ben ik nu op de campus of ben ik nu op de openbare weg. Het wordt, zeg maar, in elkaar geïntegreerd. En dat is denk ik ook iets nieuws binnen onze gemeente, maar zal volgens mij ook een hele mooie uitstraling gaan hebben. Het werk is meer betaald natuurlijk door de gemeente, maar uiteindelijk ook door de provincie, heeft er ook een provinciale bijdrage aangeleverd. Daar zijn we ook altijd natuurlijk dankbaar voor dat dat lukt. Er is veel tijd en energie gestoken, ook door onze medewerkers. En wij hopen dat over hoe lang? Eind mei. Dat het dan wel gereed is? Ja, dan dingen zoals de eerste planting in het najaar. Oh, dat de weg dan gereed is. De planting in het najaar. En ik kan ook nog een nieuwtje vertellen. Vanmorgen in het college is ook besloten om het hekwerk aan te passen. Hek is niet van ons, is van ProRail. Maar wij vinden dat dat hekwerk wel niet meer bij de uitstraling hoort van de weg, hoe die hier komt te liggen. Wij willen gewoon een hele mooie, goede uitstraling hier hebben. En aan mij de eer, samen met Martin Veldhuizen, wethouder, grijs, groen, blauw. Economie, duurzaamheid. Om op die knop te drukken. Maar ik wil natuurlijk ook vragen aan de heer Hans Beren om dat ook samen met hem te doen. Want het is heel eerlijk, als hij er niet was geweest, waren we niet zo snel aan deze weg begonnen. Dus hij hoort zeker bij dat moment erbij. Heren. En volgens mij, als we op de knop drukken. Handje aan de rop. Dat doen jullie. Dit is specifiek. Dus als we op de knop drukken, gaat volgens mij dat ik zal hem eronder opleggen. Als we drukken, moet het volgens mij goed gaan. 1, 2, 3. Ja. Je ziet het, is bijna geen weg meer, het is meer een natuurpark waar het straks hier gaat komen. Maar wij zijn er nogmaals heel erg blij mee. En om dat te vieren staat er een klein gebakje en is er wat koffie en thee. Volgens mij om daar nog eens met elkaar wat over na te praten en vooral te genieten. Maar nogmaals, ik hoop dat we in het najaar hier, dat jullie ze allemaal deze dag terugkijkt en denkt, toen is er wel weer wat begonnen in Aalten, wat uiteindelijk weer heel erg mooi geëindigd is. Dank u wel.